fantastisch zondagmorgen tegen Heerenveen om aanwezig te zijn in het Abe Leenstra stadion. Bomvol en voor het eerst in de historie op eredivisieniveau staan deze twee tegenover elkaar op het moment dat Cambuur op de ranglijst boven Heerenveen staat. Liesveld inmiddels bezig aan zijn zesde wedstrijd dit seizoen. In de voorgaande vijf was hij al goed voor. 10 maal geel, 1 maal rood, plus een strafschop. En dit lijkt op een start die kan leiden tot een strafschop. Dat is een strafschop, althans hij geeft hem. En de vraag is of Nienhuis meteen kan vertrekken. Nou, die wordt gered met geel. En dat terwijl Cambuur aftrapt. Oet over de uitgestoken Nienhuis 1 gaat. En Liesveld zijn tweede penalty van dit seizoen uitdeelt. Oet en Heerenveen staat voor. Binnen de minuut. En wie had dat kunnen denken? Zo'n start in een derby. Maar Cambuur mag zichzelf geheel aanrekenen. Er wordt een week, in dit geval 2 weken, toegeleefd en getraind naar dit duel toe. Er worden besprekingen gehouden met spelers hoe en wat. En dan sta je binnen 30 seconden op achterstand. Dit zou een goede mogelijkheid kunnen zijn voor Van der Streek. Geen slechte kans. De Ridder. Daar is hij langs. De Ridder. Ook Betje bij de eerste paal. Dit kan ook in 1 keer uithalen. Dit is nog mooier. Ook Betje. Oh, waarom niet vol ingeschoten? Op de doellijn kan Nordveld daar nog aankomen aan die bal. 100% kans voor de spits van Cambuur in de 8e minuut. Het is pas de 5e keer dat ze tegenover elkaar staan in de Eredivisie. In Heerenveen wel te verstaan. 2 keer won de thuisclub. 1 keer eindigt het gelijk. Hier komt misschien de gelijkmaker aan via de Ridder. Oeh, dat scheelt centimeters. De tweede goede mogelijkheid voor Cambuur. Slechte kaats van El Macrini. Dat kan Heerenveen zomaar een kans opleveren via Van den Berg. Hij wil de bal terugleggen op slag voor. Zo kan die, slag 4, zo kan hij er ook nog in. Via Oet. De Roon. Van Arnold in de slag met Pereira. Geen onaardige voorzet. Wat heet dit? Kan 2-0 worden. Wordt dit 2-0? Nee. Goeie ingreep van Nienhuis. Dan blijft die bal hangen voor de voet van Torsby. Maar gaat hij er uiteindelijk niet in. Vorig jaar in perfecte samenwerking. En nu als tegenstander. Van Aken. En zo ziet de aftrap van de tweede helft er van Heerenveenzijde een stuk veiliger uit. Dan die in de eerste helft van Cambuurzijde. Ik heb de indruk dat Van den Berg een beetje boos is. Dat is wel een overtreding die Bijker maakt. Slagveer probeert buitenom te komen bij Vitas. Die maakt Hens. Terecht voordeel gegeven door Liesveld. Het is 2-0. En hier gaan de felicitaties al rond op de tribune alsof dit duel beslist is. Dat lijkt me nog een beetje voorbarig. Maar het is wel degelijk 2-0. Dan Macrini. Ook Betje. El Macrini, het gaat moeizaam en hoe verder ze komen met z'n tweeën, hoe drukker het wordt. En Cambuur kan nu wellicht profiteren van een overtreding. Albert Roesnak. Langs de muur, dan moet er Kansing erin. Staan de twee elkaar in de weg en zijn het uitgerekend de twee die tot nu toe niet in de wedstrijd zitten. Roesnak en ook Betje, die dankzij een wat lastige samenwerking en de medewerking van Nordveld dit weer een wedstrijd maken. Vitas. Schmid achterin weg. De Ridder aan de bal. De Ridder. 1 man kwijt. De Ridder. De korte hoek. Het zijn het. Bijker. Narsing. Met dank aan Barto en een hoekschot. Cambuur blijft op zoek naar
En heeft daarvoor nog 24 minuten. Roestak. En daar is de gelijkmaker Vieetje en Reijnen. En zo poetst binnen no time Cambuur een 2-0 achterstand weg. En is het de verdediger die van AZ kwam die zorgt voor de gelijkmaker. Hij kan vrij inkoppen, er staat niemand bij de paal. En de tweede treffer voor Cambuur is een feit. Van Aken. Raitala, eerste balcontact. Levert in bij Reijnen. Ook Betje. De Ridder, hier gaat Narsing, die wordt vastgehouden door Van Aanholt. Die blijft aan de bal. Narsing, halve redding van Nordveld. Maar die halve redding is voldoende om 2-3 te voorkomen. De Roon. Van Aanholt. En voor het eerst sinds lange tijd een teken van leven van Oet. Ik denk dat beide ploegen niets te veel en niets te weinig krijgen. Als er al eentje iets beter is dan de ander, althans naar mijn oordeel, is dat Cambuur. Het komt keurig terug van 0-2 naar 2-2. En de eerste Friese confrontatie dit seizoen eindigt onbeslist in het Abel-Enstra-stadion.